ik ben zo vaak een beetje emotioneel, jongens. ik ben opgevoed met het idee dat niks onmogelijk is als je angst om te falen loslaat. Dat idee probeer ik mijn kinderen mee te geven, iedere dag, mijn fractiegenoten. En het is iets waar ik al, nou ja, toen we in het tuinhuisje bij Lilian Ploemen zaten, en toen iedereen zei, dit gaat nooit lukken. Een aantal arrogante mensen aan een formatietafel toen, van wie ik denk dat het lachen ze nu is vergaan. Maar dit gaat nooit lukken. En dat hebben we ontzettend vaak gehoord. En wat ik hoop dat, wat we nu met elkaar voor elkaar hebben gekregen, wat het laat zien aan mensen in Nederland, is dat verandering mogelijk is. Dat als je blijft geloven, als je blijft doorgaan, als je gewoon nooit opgeeft, dat we veel verder kunnen komen met elkaar dan je ook maar denkt. Want in deze tijd zou je cynisch worden van hoe politiek in elkaar zit. Alsof het alleen maar één groot spel lijkt en alsof het alleen nog maar gaat om de partijpolitieke belangen. We hebben dat doorbroken. En daar mogen we met z'n allen ongelooflijk trots op zijn. Daar mogen jullie heel erg trots op zijn. En iedereen, maar één club wil ik in het bijzonder hier noemen. En dat is Rood-Groen. Dat is een club van mensen geweest die oud en jong in de partijen hebben verenigd. Die iedereen bij elkaar hebben geroepen en hun best hebben gedaan en het mogelijk hebben gemaakt dat er een enorm draagvlak is ontstaan. En ik wil tegen jullie allemaal zeggen, zonder jullie was deze uitslag vandaag niet geweest. Dank jullie wel. En vandaag markeert een doorbraak. Eindelijk. Het is het einde van een tijdperk, maar vandaag luiden we ook dat nieuwe tijdperk in. En we nemen hiermee afscheid van een tijd waarin het alleen maar ging over het ieder voor zich. Over het eigen belang voorop. En dat zagen we in een politiek die mensen in de sociale zekerheid wegduwde. En zei, als je even pech hebt of als je in de schulden komt, dan is dat je eigen schuld. Zoek het maar uit. Het is een politiek die zei, ja, we zitten in een energietransitie, het is een enorme opgave, maar je mag het lekker zelf doen. Dat is waar we mee gaan afrekenen. We gaan toe naar een nieuwe tijd, waarin we dingen samen doen. Samen de schouders eronder zetten. En daarom ga je van ons de komende maanden geen beloftes zien waarin we je alleen maar gouden bergen gaan beloven. Misschien wordt het voor jou individueel helemaal niet beter. En voor jou al helemaal niet. Maar voor ons gezamenlijk als samenleving wordt het dat wel. En het wordt tijd dat we gaan inzien dat als je samenwerkt en over je eigen schaduw heen durft te stappen en dingen durft te doen die doodeng zijn, dat we dan samen verder komen. En dat we dit land verder kunnen brengen. En deze samenwerking die is er voor de klimaatgeneratie. Voor jonge mensen die geen andere oplossing meer zien dan zich vastlijmen aan een snelweg. Omdat ze denken, voor mij wordt er niet gewerkt in de politiek. En deze samenwerking is er ook voor al die mensen die werken in onze publieke sector. Of het nou de politie is, of het onderwijs, of de zorg, die zich dag en nacht inzetten voor onze samenleving, maar zich afvragen, is die samenleving er wel voor mij? En het is voor al die gezinnen die hun uiterste best doen. Die hun baan combineren met het opvoeden van hun kinderen, het zorgen voor hun ouders, maar toch het einde van de maand niet kunnen halen. We zijn er voor jullie. Daarom werken wij samen. En deze samenwerking, die moet de bubbels waarmee we nu leven in Nederland, moet dat doorbreken. Zoals onze voorgangers ooit door hebben geprobeerd te doorbreken de zuilen waar we in leven. Er is zoveel meer wat ons verbindt, jongens, dan wat ons van elkaar verwijdert. Of je nou je koffie met koemelk drinkt of met havermelk, cut the crap. We hebben een grotere strijd met elkaar te voeren. En dat is waar deze samenwerking over gaat. En dat is de doorbraak die we hier vandaag met elkaar vieren. En het geeft ons de unieke kans om de koers van Nederland te veranderen. Dit komt één keer in de generatie voor. Dit is het moment. En ik heb er ongelooflijk veel vertrouwen in dat we dat met jullie gaan doen. Samen. We gaan de koers van Nederland veranderen. We gaan met elkaar geschiedenis maken. Niks meer en niks minder. En daar is iedereen voor nodig, want de campagne die is vandaag begonnen. En iedereen die zo hard campagne heeft gevoerd in dit referendum, ik zou zeggen,
stel je vakantie maar uit. Ik zei dat ik dingen zou vertellen die u niet leuk vonden. Maar we moeten volle bak aan de slag. We zijn het aan Nederland verschuldigd. En dan ben ik er echt van overtuigd, jongens, dat de beste tijd van Nederland nog voor ons ligt. En dat al die mensen die nu denken, kan de politiek nog wel iets? Is die politiek er wel voor mij? Durven ze wel over het eigen belang heen te stappen? Dit is vandaag het antwoord. We zijn er voor jullie en we gaan keihard werken om die koerswijziging in Nederland eindelijk mogelijk te maken. APPLAUS.